zou je dus een hypothese kunnen formuleren dat organisaties in de zorg onaantrekkelijk verplicht zijn om te werken, terwijl je misschien vanuit je hart wel in de sector zou willen werken. Ik weet niet of dat zo is, maar zo luister ik. Maar het zou eigenlijk moeten zijn dat elke dag je ervaring... En hoe groter de organisatie, hoe duidelijker de hiërarchie, dus hoe moeilijker het is om de mensen te bereiken met wie je daadwerkelijk wordt bij na te zetten. En inmiddels weten wij een beetje die paden te bewandelen, omdat we in de GPM zitten die zich daarmee bezighoudt. Systemen waar hogescholen mee worstelen of wat dan ook, en het sluit aan bij de examensopleiding van vroeger. Hoe gaaf zou het zijn als je een campus zou weten te organiseren met elkaar? Want mensen hebben toch behoefte om ergens bij te horen. En dat je als groep met elkaar gaat ontwikkelen, leren, al dan niet buiten de 5 uur 9-to-5 structuur. En als je dat als slagkracht weet te maken met elkaar, dan denk ik dat men bereid is om daarin te investeren. Autonomie en waardering, en hier is bureaucratie. En als dat nou een probleem oplost en verklaart, dus ook oplost dat er te weinig mensen die opleiding afmaken, want jullie zeggen genoeg mensen hebben interesse, maar ze maken het niet af en we hebben die uitstroom. We hebben 3 knopjes. Hè. Zijn deze 3 knopjes voldoende om te zorgen dat mensen die opleiding afmaken en echt gaan werken? En zijn die 3 knopjes voldoende om te zorgen dat de mensen die zijn ingestroomd ook in de zorg blijven langere tijd? Of hier knopje 4, 5 en welke zijn dat dan? Wat voor processen gebruikt u? Nou, als dat in Nederland laat zien, dat donkere gedeelte, wat voor proces zit er achter mij als verpleegkundige of verzorger of helpende, maakt uit wie, maar dat zit er zichtbaar. Dan gaat Nederland begrijpen waar wij mee bezig zijn. Dan denk ik dat je veel meer beweging